de Vuelta, de Ronde van Spanje, en 1977. Maar 13 redoverwinningen en 19 redden. 9 klassiekers. Onder dan 2 redzegers in de rondes. 18 eindzegers en reddenkoersen. Belgisch kampioen in 76. En wereldkampioen in 76 in Ostuni, Italië. En in 81 in Praag. Juri, je bent onze kampioen en om dit te huldigen willen we u de kampioenentrui laten schenken uit handen van de een der grootste Belgische kampioenen, Freddy Maartens. Aan jullie, kom aan. Dankjewel, Freddy, voor jullie aanwezigheid. Kan de wielerclub van de vierde klasse zo iets zien? Nee. Laat onderling aan een bestuur om van te snoepen. Wij zijn gesoigneerd tot aan mat. Oh, we zullen dat een beetje professionele gereedheid tussen toezelwaarden. Ja, ja. En hier onze kampioen, de man die bijna niet ter dag kon zien. En constant herin voor... Ongelooflijk, en dat is Juri van den Broeke uit handen van Freddy Maartens. Een groot applaus! Hey ho, een beetje actie! Applaus, kom maar! Juri, heb jij nog een woordje? Nee? Hou toch nog een keer trakteren? Allee, kom maar! Allee, op de volgende afspraak, nu in Belver, ga ik nog een keer... Freddy Maartens, dat ik dat voor onze club wil doen, dat is ongelooflijk voor ons. Ongelooflijk. Dank u. En nu de foto's van bij Freddy, bij jullie.